Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Deze video staat helemaal in het teken van het tweede trimester van mijn zwangerschap. Ik ben nu aangekomen bij het derde trimester. En ik ga dus vertellen wat ik heb ervaren, gevoeld, meegemaakt in het tweede trimester. Er zijn heel veel ups, maar ook heel veel downs en daar ga ik wat over vertellen. Ik ben nu 28 weken zwanger. En ja, dus hierna kom ik in het derde trimester en daar zal ik jullie natuurlijk ook meer over vertellen. Maar eerst het tweede trimester. Dat was echt een compleet verschil natuurlijk met het eerste trimester, want je hoort vaak dat het eerste trimester wat zwaarder is. Dan weet natuurlijk niemand het nog. Is het nog een geheim? Voel je je slecht? Is je lichaam van alles aan het doen? En zodra het tweede trimester komt, dan is voor de meeste mensen dat ze zich beter voelen. Meer energie, de misselijkheid is weg, de vermoeidheid is minder of is weg. Op een paar uitzonderingen na natuurlijk, want er zijn mensen die hebben HG, heet dat. En die zijn hun hele zwangerschap misselijk. Dat is echt verschrikkelijk. Daar had ik gelukkig geen last van. Mijn tweede trimester was fantastisch. Ik heb me zo ontzettend goed gevoeld. De motivatie kwam weer terug. Ik had weer zin om dingen te doen. Ik was de zin echt wel kwijt om mezelf te motiveren, om goede actielijstjes te maken, om veel dingen te doen. En dus de zin kwam terug. En dat kwam dus ook doordat ik meer energie had. Ik was minder vermoeid. Ik heb eigenlijk heel erg genoten. Eigenlijk weer van meer energie hebben. En echt lekker genieten ook van de buik. De buik was natuurlijk al wel aanwezig, maar nog niet zo groot als nu natuurlijk. Dus dan is het toch wel lekkerder om qua bewegen en bukken en zo. En ik merk nu wel, nu ik aangekomen ben bij het derde trimester, dat bukken steeds lastiger wordt. Dus ik vraag vaak aan Sander dingen als er iets op de grond ligt, of hij dat dan eventjes wil oppakken of opruimen. Zodat dat mij één keer bukken bespaart. En verder zijn ook mijn vreetbuien genormaliseerd. Ik had in het begin van de zwangerschap zo ontzettend veel honger. Ik kon blijven eten. Ik was echt een bootwerker. Dat ik gewoon 's middags om 2 uur naar huis kwam van werk, omdat ik al mijn eten al op had. En dan had ik al veel meer lunch en tussendoortjes meegenomen dan normaal. Maar ik moest gewoon blijven eten. Nou, eigenlijk is dat dus in het tweede trimester helemaal genormaliseerd. En inmiddels eet ik gewoon alsof ik niet zwanger ben eigenlijk. Dat is eigenlijk weer heel normaal. En zelfs door de warmte en zo heb ik ook nog wel een fase gehad dat ik zelfs nog minder at en minder trek had. Nou, omdat ik zwanger ben, vind ik het super belangrijk om wel goed te eten en regelmatig. Zodat ik wel gewoon de goede voedingsstoffen binnenkrijg. Maar ik heb nog wel een uitdaging met junkfood bijvoorbeeld. Want ja, Sander moet me echt tegenhouden om niet meerdere keren per week bijvoorbeeld een pizza te eten. Dat was voornamelijk eigenlijk in het tweede trimester. Daar heb ik nu eigenlijk aan het eind van het tweede trimester, begin derde trimester, niet zoveel last meer van. Maar ik heb echt een fase gehad dat ik heel veel pizza wilde eten. En allemaal wat meer slechtere dingen. Inmiddels eet ik dus wel weer gezond en normaal. Wat ik een hele grote uitdaging vind, is dat ik geen vlees eet. Een tarwevrij dieet heb, wat op zich nog samen prima te combineren was. Maar nu ik zwanger ben, ik ook alle vissoorten, rauwe vissen en alles wat op een menukaart staat in een restaurant, bijvoorbeeld niet meer kan. Dus voor mij is het heel uitdagend om nu ook gewoon uit eten te gaan. Nu het weer kan en mag, is het gewoon enorm lastig om een restaurant te vinden waar gewoon een voor- en een hoofdgerecht op staat die ik mag eten. Of waar ze een glutenvrije optie hebben zonder vlees en zonder rauwe vis en zo. Dus dat vind ik zelf wel de grootste uitdaging. Het voordeel is natuurlijk dat alles heel lang dicht is geweest. Dus ik ook niet heel veel uit eten ben geweest afgelopen tijd tijdens mijn zwangerschap. Laatst voor het eerst weer, wat heel fijn was. Maar goed, ja, dus daar zit wel voor me, vind ik wel een uitdaging zitten. Rond 19 weken voelde ik de baby voor het eerst echt schoppen. En dit voelde echt heel erg anders dan bij Jade. Bij Jade had ik echt dat het hele kleine mini-plopjes waren. En ik voelde nu echt al best wel kracht en echt beweging in mijn buik. Dus ik wist 100% zeker dat het de baby was. Bij Jade twijfelde ik toen nog van, nee, zijn die plopjes, zijn dat mijn darmen of is dat echt de baby? En dit was overduidelijk, dus eigenlijk
vanaf 19 weken voel ik de baby al heel erg goed. En dat is heel fijn. Je moet natuurlijk vanaf 28 weken de baby 10 tot 15 keer per dag voelen. Dus dat is fijn dat ik nu al een beetje gewend ben en het ritme een beetje herken wanneer die slaapt en wanneer die wakker is. Helaas slaap ik wel minder goed. Dus ik denk dat dat een beetje door de hormonen komt. Volgens mij gaat je lichaam ook op een bepaalde manier zorgen dat je wat alerter bent 's nachts. Dus soms hoorde ik Jade niet en was Sander al bij Jade als zij een keertje 's nachts wakker werd of een keer naar de wc ging. Nou, nu hoor ik dat allemaal. En voor mij is het best wel lastig om weer in slaap te vallen. Ik loop gewoon echt te stoeien in bed van wat ligt nou lekker. En dan met mijn worstkussen, dus dat voedingskussen, probeer ik dan te liggen. Dus dat vind ik nog wel een uitdaging. Dus slapen is iets minder goed dan voorheen. Maar goed, ja, het hoort er allemaal bij. Verder ben ik ook iets minder bewust van de zwangerschap, van de baby in mijn buik dan toen bij Jade. Toen was het natuurlijk voor de eerste keer dat ik dit fantastische gevoel mocht ervaren. En heb ik dat ook echt helemaal geoond en intens van genoten. En ik merk nu toch, omdat ik al een kindje heb, een druk bedrijf en veel dingen, dat ik gewoon daar toch iets minder mee bezig ben. Ondanks dat ik het fantastisch vind om bezig te zijn met de babykamer en de kleertjes en zo, merk ik wel dat ik het lastiger vind om echt contact te leggen met de baby. Tuurlijk tune ik wel in en leg mijn handen op mijn buik en dan voel ik hem terugskoppen. Dus dat is heel erg leuk. Maar ik merk wel dat daar echt een verschil in zit. Oh ja. En dan nog iets grappigs. Ik wist het helemaal niet. Ik ben tijdens mijn vakantie ben ik verkouden geweest. En toen snurkte ik. Maar dat heeft toch veel langer aangehouden. En het schijnt dus echt een zwangerschapskanaaltje te zijn dat je dus snurkt. Ik zal Sander nog eens even vragen of dat nog steeds zo is. Maar ik heb dus een periode gehad dat ik wat meer snurkte dan normaal. Normaal ben ik heel stil 's nachts. Dus nou goed, dan weten jullie dat ook. Dan zal ik eventjes de mijlpalen van dit tweede trimester met je delen. Ja, dus met 19 weken voelde ik voor het eerst de baby. Toen met 19,5, 20 weken kreeg ik voor het eerst de 20 weken echo. En op zich zag de baby er heel erg goed uit, alleen zat er te veel vruchtwater. Nou, dat moest verder onderzocht worden. Dat hebben jullie ook kunnen zien in de video, maar ik zal hem hierboven ook even linken als je dat nog niet gezien hebt. Daar was heel onzeker, want dat hadden een aantal dingen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld dat de baby niet goed kon slikken of dat er een afwijking was. Dus ik moest een glucosetest ondergaan en dat is dat je dus nuchter een drankje moet drinken en dan 3 keer geprikt wordt. Gelukkig bleek daaruit dat ik geen zwangerschapsdiabetes had, maar moesten ze natuurlijk nog wel kijken naar het vruchtwater. En dat deden ze een week later en toen was het dus eigenlijk niet meer te zien. Dus het was een momentopname. Wat natuurlijk heel fijn was. Dus ik ben onwijs opgelucht eigenlijk van deze zwangerschap gaan genieten. Want in 20 weken hoor je dat alles goed is. En dan het laatste hobbeltje is ook goed. Dan denk je, yes, super blij. We hebben een gezond kindje. En daar was ik natuurlijk heel erg dankbaar voor. En daar ben ik natuurlijk ook heel erg dankbaar voor nog steeds. Alleen is er inmiddels toch meer duidelijkheid gekomen over het kindje en door extra onderzoeken. En daar vertel ik je zo meteen iets meer over. Verder ben ik tijdens deze zwangerschap ten huwelijk gevraagd op vakantie door mijn vriend. We hadden al bijna 9 jaar verkering. En het was echt fantastisch dat ik nu zijn verloofde mag zijn en dat wij ooit gaan trouwen. Onze prioriteit is natuurlijk eerst eventjes de baby en dan zien we daarna wel verder. Want 2 van dit soort grote projecten plannen, daar zit ik nu niet op te wachten. Verder heb ik ook gekozen om het coronavaccin te nemen. Dus ik heb 2 weken geleden, ruim 2 weken geleden, het Pfizer heb ik gekregen. Dus de eerste inenting. Ik heb heel erg getwijfeld, vond het super lastig. Maar uiteindelijk ben ik hiervoor toch voor gegaan. En tot nu toe is dat goed gegaan. Ik heb me 1 dagje wat minder gevoeld. En nog een paar dagen wat vermoeid. Maar verder gewoon goed. Dus over een paar weken krijg ik de 2e prik. En dit had ook impact op mijn kinkoesprik. De 22 weken prik. Dat is sinds een aantal jaar kun je als moeder je laten vaccineren. Met het kinkoesvaccinatie. Zodat je kindje de eerste 3 maanden... Totdat hij zelf de vaccinatie zou krijgen, beschermd is.
En het voordeel is, het kindje hoeft dus na die 3 maanden de vaccinatie niet meer. Dus het heeft onwijs veel voordelen, want je kindje heeft een prik minder en is dus de eerste 3 maanden van zijn leven dus ook beschermd. Het lastige is, ik werd pas met 28 weken ingepland voor de kinkoesprik, wat betekende dat ik met corona in de knel zou komen qua vaccinatie. Want ik wil niet meerdere vaccinaties in 1 maand. Ik vind het al heftig genoeg allemaal. Dus ik heb ervoor gekozen om de kinkoesprik op het allerlaatste moment te gaan doen. Zodat ik eerst 2 coronavaccins heb en dan de kinkoesvaccin. En dan hoop ik dat daarmee het kindje dus ook wel goed beschermd is. Nou, een paar leuke dingen voordat ik zo meteen aan het wat serieuze ga beginnen. En dat is, de babykamer is zo goed als klaar. Zoals jullie zien zit ik in de babykamer. Ik heb ook een video gemaakt over het proces en een babykamer roomtour, die komt nog ergens tijdens mijn verlof. En dat is meteen ook wel een leuk bruggetje naar mijn verlof. Want bij Jade heb ik eigenlijk gewerkt totdat ik ging bevallen. Ik had 4 dagen van tevoren had ik mijn medewerker ingewerkt en was ik zelf thuis nog wel een beetje op de computer aan het werk. Maar ik kijk er nu zo naar uit om gewoon een maand vrij te zijn. Het is ook nog eens zomer, wat onwijs fijn is. Dus om dan lekker in huis dingetjes te doen, nesteldrang, alles geregeld hebben voordat de baby komt. Dus dat is het verlof. Verder hebben we ook al een naam. En daar kwamen we eigenlijk relatief snel mee. Want wij hadden eigenlijk al voordat ik zwanger werd een meisjesnaam in gedachten. We gingen er eigenlijk heel erg stiekem een beetje van uit dat we een meisje zouden krijgen. En tuurlijk weet je dat je natuurlijk ook een jongen kan krijgen. Maar ja, goed, wij dachten daar verder niet zo over na. We dachten, ja. Het werd gewoon een meisje. Dat werd het dus niet. Het is dus een jongen. Dus toen moesten we echt heel eventjes schakelen. En qua namen was het ook wel lastig. Want we hebben bijvoorbeeld ook vriendinnetjes die inmiddels jongens hebben gekregen. Met hele leuke namen. Namen die wij ook heel leuk hadden gevonden. En die wil ik dan toch niet. Toen hebben we de app Kinder gedownload. Wij zijn allebei van het tijdperk dat wij elkaar al kenden voordat Tinder bestond. Dus wij hebben nooit getinderd. Dus we vonden het heel erg leuk om de app Kinder te downloaden. En dan koppel je die apps aan elkaar. En dan ga je dus allebei door allemaal namen heen. En dan swipe je van wel of niet. En dan komt er een soort van shortlist uit. En een aantal matches. Dus een aantal namen die je allebei heel erg mooi vindt. En toen hadden we dus heel snel een naam. En de volgende dag zeiden we tegen elkaar van, vind je dat nog steeds een mooie naam? Ja, echt nog steeds. Dus daar zijn we niet meer van afgeweken. Dus de naam van de baby is al heel erg lang bekend bij ons, wat ik heel fijn vind. Dat geeft gewoon een fijn gevoel dat ik gewoon weet hoe dit mannetje straks gaat heten. En alvast op kan kijken naar babykaartjes en zo met zijn naam erop. Wat zijn de dingen die we nog moeten regelen? Dat is eigenlijk niet zo heel erg veel meer. Want het is ons tweede kindje, dus we hadden al heel veel. Kijk, dit bedje is van Jade geweest, dus kunnen we mooi hergebruiken. De commode is van Jade geweest. Dus echt de grote items, de kinderwagen, de kinderstoel, al dat soort dingen, dat hebben we. Dus dat scheelt heel erg. Dus eigenlijk het enige wat we nog moeten doen is het babykaartje uitzoeken en aanvragen. We moeten nog research doen naar een goede babyfoon en die aanschaffen. En verder moet ik nog de ZEZ-uitkering aanvragen, omdat ik ondernemer ben. En dat is een uitkering die je krijgt, waarmee je dus een soort van basissalaris hebt tijdens je verlof. Dat is een hele mooie regeling in Nederland, dus dat is heel fijn dat ze dat sinds 2008 hebben doorgevoerd. Dus die moet ik nog aanvragen en dat is eigenlijk alles. Nou, we hebben dus best wel wat onzekerheid en pieken en dalen gehad tijdens deze zwangerschap. En vooral dus na de 20 weken echo en het te vele vruchtwater, wat dat mogelijk had kunnen betekenen, heeft dat wel wat slapeloze nachten veroorzaakt. Maar inmiddels heb ik ook een 26 weken groeiecho gehad. Ik loop namelijk in het ziekenhuis en ik loop ook nog eens het risicopad rood, omdat ik in het verleden het HELP-syndroom heb gehad. En daardoor ben ik een risicogroep. En daardoor word ik gewoon extra gecontroleerd en moet ik extra vaak naar het ziekenhuis. Zodat ze mij goed in de gaten kunnen houden en de baby. En toen had ik dus met 26 weken een echo en een gesprek met de gynaecoloog. En ik had eigenlijk helemaal niet een idee dat het zoiets was als de 20 weken echo. Maar weer werd het kindje dus helemaal van top tot teen bekeken. En alles was goed totdat ze bij het hoofdje aankwam en toen zag ze dus dat er meer hersenvocht zat in een van de hersenkamertjes dan mag.
Het was iets van 11,2 en het mag 10 zijn, millimeter volgens mij. En dat betekent volgens het protocol dat ze me moeten doorsturen. Dus ik ben doorgestuurd naar Maastricht voor verder onderzoek. En in de video van zondag kun je hier meer over meekrijgen wat er aan de hand is. Dat weten we eigenlijk ook nog niet precies. Er zijn aanwijzingen dat er iets is met de hersentjes van de baby. Dus we zitten nu heel erg in een hele zware periode. Het is echt een hel waar we doorheen gaan met alleen maar huilen, knuffelen, slecht slapen, onzekerheid. We zitten tussen hoop en vrees. We weten eigenlijk gewoon nog niet zoveel. Dus in de vlog van zondag kun je hier meer over zien. En als je deze video later kijkt, dan kun je misschien nog meer video's hierover zien, maar dat weet ik niet. Ik heb wel besloten om dit verder te delen. We zitten dus nu in een hele onzekere fase. Dus een fantastisch tweede trimester sluiten we dus nu eigenlijk wel af met een heel moeilijk gevoel. Heel veel onzekerheid, heel veel angst, heel veel verdriet. En ja, we weten gewoon eigenlijk nog niks. En dus als jij op de hoogte gehouden wil worden, ja, abonneer je dan op mijn kanaal en volg mijn vlogs die ik hierover maak. Meestal wordt een vlog, komt die op zondag live en op vrijdag heb ik een beetje een extra video zoals deze. Dus wil je me blijven volgen, vooral abonneren. Ik zal ook nog heel eventjes aan het einde de buik laten zien hoe die er nu uitziet. En dan ga ik de video afsluiten. Nou, kijk, inmiddels is het echt een hele mooie toeter geworden. Van voren, ja, je ziet dus echt dat dit best wel slank nog is gebleven. En ja, zo zie je hoe groot die inmiddels is. Dus daarmee ga ik ook de video afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Laat vooral een duimpje achter of een reactie hieronder. Daar help je me heel erg mee. En dan zie ik je weer in de volgende video. Doeg!